Spider-Man, Spider-Man, da 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 na 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 na. Oh no, here comes the Spider-Man. Yo, Nintendo fans! In de vorige video hebben we een super toffe baas verslagen. En nu moeten we in Splatoon 3 daar naartoe. Sector 5. Er staan allemaal windmolens daar. We gaan naar Nederland. Oké, let's go. We hebben hier dus allemaal windmolentjes, joh. Misschien kunnen we onderweg een spelletje doen. Ik zie wat jij niet ziet en het is buizig. Zou dat nou zijn? Drop het hieronder in de comments als je dat weet. En knal sowieso die duimpjes omhoog. En vergeet niet te abonneren als je van Nintendo houdt, want dan moet je op dit kanaal zijn. Iedereen die niet abonneert houdt blijkbaar niet van Nintendo. Agent 1 zegt, wow, je bent al best ver gekomen. Of not. Het lijkt erop dat je vanaf hier een andere sector kunt bereiken. Die buis is vast de weg terug. Nog steeds geen bericht van opa. Nou, laten we zo snel mogelijk richting de andere sector gaan dan. Wat is dit nou weer, joh? Hotsevlots, kennen we hier naar boven? Jeetje, dit ding kost 3000. Nu ben ik gelijk al mijn dingetjes kwijt. Dit is gelijk klaar. Ja, dan moeten we maar weer even flink gaan verdienen. Dus even koekeloeren. Dat eerste level hoeven we dan niet te doen. Dit level moeten we denk ik wel doen. Let's go. Alles heeft een keerzijde. Val de vijand in de rug aan. Oh, dan gaan we nou gewoon backstabben, joh. Is dat wat we nu gaan doen? Worden we van die lafaards? Nou, oké. Even kijken, hoor. De dubbelspatters. Die hebben we volgens mij nog nooit gehad. Deze is wel gratis. Dat is wel chill. Dat is mijn goed. Want ik heb helemaal geen muntjes meer. Of hoe heet het nou ook alweer? Ik ben weer vergeten hoe het heet, jongens. Ik kan het niet onthouden. Oh, shit. Wie ben jij dan? Oh, ja. Oh, ik moet jou van de bovenkant aanvallen. Want daar is jouw haarbal. Kijk, daar. Haarbal. Hotseflots. Hier van die kuitjes, muntjes, zalm, tories. Hallo? Kom maar. Kom maar. Ja, kom maar. Kom maar. Ja, tuurlijk, joh. Hotseflots, geen probleem. Ja, ik pak wel al deze dingetjes op, want die heb ik echt keihard nodig. Want ik moest net freaking 3000 van die dingen inleveren. Van die oranje bollen. Oh ja, jij hebt een... ja, jou kan ik niet van de voorkant aanvallen, hè? Hallo? Ik ben hier. Yeah, oh, oké, jammer. Hallo, ik ben hier. Ik ben achter je, vriend. Ik ben achter je! Lekker voor je. Deze kunnen ook kapot, toch? Ja, dat duurt altijd even voordat die kapot gaan. Maar ze gaan wel kapot. Dit is volgens mij best wel een sterk wapentje, trouwens. Misschien moet ik deze in de multiplayer ook gaan gebruiken. Want ze schieten best wel hard. Hé, hey, jullie zijn er ook weer, makkers. Even een stapje achteruit. En dan gewoon... Niet te makkelijk over, denk ik. Want dan maken ze je toch opeens kapot. Zie je, ik werd laconiek. Dat moet je niet te vaak doen. Je moet er niet te makkelijk over denken. Want dan gaat het gewoon fout. Je moet er wel serieus blijven spelen. Oh, hier komen ze allemaal. Kom dan. Easy. Even al deze kapot schieten. Al die tonnetjes. Ja, koffertje erbij. En door. Hallo. Ik kom even naar boven, ja? Ik ben hier. Ik maak eventjes dit allemaal geel, ja? Dan kan ik zo achter je. En dan schiet ik jou in je rug. Easy. 1400 van die dingetjes weer erbij. Want ik moet natuurlijk ooit wel opa gaan vinden. En die is blijkbaar niet in deze sector. Oké, hopelijk kan ik nou de weg weer openen. Ik kan in ieder geval hier omhoog. Moet ik daar salmini op gooien? Oh, jongen. Kom eens even. Kom. Daar. Ga er maar op. Lekker. Oké, 800 van die dingetjes zijn weer weg. Kunnen we weer hier omhoog? En dan kunnen we kunnen gelijk door trouwens. Let's go. We gaan gewoon gelijk door. We gaan deze game zo snel mogelijk uitspelen, jongens. Kijk, ik kan hier ook gewoon langslopen, joh. En dan moeten we deze wel even weghalen. Dat gaat ook gewoon lukken, want zoveel heb ik er nog net. Nu heb ik nog maar 128 van die dingetjes. Oh, dit is niet oké. Ik kan hier niet naar boven. Of wel? Oh, ik dacht dat ik hier naar boven kon, maar dat is niet. Nou, weet je wat? Dan gaan we dit level even doen. Klim naar boven met de tentakabel. En vernietig het doel. Stond dat er nou? Tentakabel super spetter. Dit kost me 30 zalmeitjes. Oh. Ik moet gewoon dit zo snel mogelijk doen of zo? Oké, let's go. Ja, oké, hier naartoe. Deze, ja, cool. En go. Oh. Hier moet ik iets beter over nadenken, geloof ik. Oké, nou moet ik dus daar naartoe. Dus ik moet eigenlijk daar even inkt op dat ding gooien zo. En dan aanlopie, springen. En dan hopen dat ik hem pak. Ja, oké, dat was de bedoeling. Iets betere voorbereiding nu, hoor. En dan gaan we nu hier naar boven. Oh, kan ik dan in één keer zo doorschieten? Is dat de bedoeling? Nee, dat gaat helemaal niet. Hoe moet dit? Wat doe ik? Oh, ik heb een super waar ik iets mee moet doen, denk ik. Oh, nee. Oh, lekker bezig, Rick. Kijk, ja, zo doen we dat. Oké, duidelijk. Hop, oh, ik ging wel langs de uieringen nu. Beetje jammer. Maar maakt niet uit. Let's go! Dit is best wel cool.
Ik voel me net Spider-Man, joh. Spider-Man, Spider-Man. Oh no, here comes the Spider-Man. Ik wist echt niet meer waar ik uithing, jongens. Dit gaat goed komen. We gaan daar naartoe. Als de Spider-Man. Dan gaan we daar naartoe als de Spider-Man. Dan ging ik bijna vallen als de Spider-Pig. Even kijken hoor. Daar naartoe. Ja, cool. Daarboven. Oh, wat? Sniper? Nee, ga weg. Fietsen sniperd. Ga weg. Ik ga je pakken, vriend. Oh, ballonnen. Ga ik ook pakken. Die heb ik nodig. Let's go. Hier nog één. En nog één. Lekker. Ja hoor. Super vet level dit. Ah, love it. Oké, beter krijg ik nu weer veel van die dingen. 1700? Oké. I can work with that. Ja, ik moet daar naartoe, hè? Gaan we deze weghalen. Die kost 700. Gelukkig is de rest niet zo duur allemaal. Het is niet allemaal gewoon 3000 van die dingen. Oké, we kunnen wel door. We moeten daar naartoe. Hoeveel kost jij dan? 800. Kan ik ook nog betalen? Lekker, Salmini. Lekker. Ja, deze moeten we wel even gaan doen. Dan zijn we er bijna trouwens al. Lekker dit. Lekker. In het gareel. Zo heet het level. Even kijken. De bamboom. Of de straalplonzer. Met de bamboom krijg ik de meeste. Dus ik ga voor de bamboom. Geen idee wat het is, hoe het werkt. Bereik het doel met behulp van surfrails en precieze schoten. Oké, is cool. 1 en 2. Deurtje gaat open. Oh, dan moet ik nu hier overheen. Ja. Oké, het ziet er spannend uit dit. En nu? Oh, ik had erop moeten schieten. Oh, ik denk wel dat het moeilijk is met de bamboom. Moet ik dan springen en schieten? Dat is toch knijten moeilijk? Oh, ik kan hier ook op staan. Oh, vet, vet, vet. Oh, oh, ik mis. Oh my god, deze bamboom is kapot moeilijk. Oké, let's go. Ja, die was raak. Heel nice. En spring. Lekker, en er weer op. Oké, waar gaan we nu naartoe? Oh, we kunnen eerst nog even een uierring pakken. Ja, lekker. Kunnen we nu staan? Schiet. En spring. En dan nu? Waar gaan we nu naartoe? Oh, we gaan deze kant op. Oké, spannend, spannend, spannend. Ja, die is raak, die is raak. Oké, cool. Naar de overkant springen. Oh my gosh, dit is een moeilijk level. Waarom heb ik dit gekozen, jongens? We hebben wel een checkpointje nu. Nu daar. Ja, die is ook raak. Lekker. Oh. Op de uierring. En dan nu? Uierring. Ja, spring. En dan... Oké, nu recht vooruit. Deurtje openmaken. Ja, dit zijn er twee. Oh, net op tijd. En oh my god. Nee. Ik moet ook echt lang wachten. Oké, cool. Drie. Hoe dan drie? Oké, dan moet ik hier nu onderdoor. En dan kan ik nu schieten. Oh, gelijk schieten. Ik ben te laat. Oh, ik heb de twee tegelijk. Wat vet. Oké, maar ik heb geen levens meer nu. Als ik nu... Nou, ik heb wel nog levens. Oké. Maar ik moet hier opstaan, denk ik. En dan zo. Ja, precies. Oh my gosh. Ik ga dit denk ik niet redden. Hier is een ballon. Oké, cool. Sniper. Ja. Oké, ik ben weer ergens. Oh, nu moet ik hierop schieten zeker. Ja, die zag ik toch niet, jongens. Oké, daar gaan we weer. Die was raak. Oké, goed. Dan nu deze. Die was ook raak. Heerlijk. Dan zit er hier nog één. Ook raak. Lekker. Dan nu deze. Ja. Oh, maar die hoeft er niet eens blijkbaar. Dus alleen maar voor de ballonnen, denk ik. De ballonnen, die hoeven denk ik niet. Oh nee. Dit gaat fout. Oh my god, waarom... Oh, ik leef nog. Lekker. Oké, maakt niet uit, denk ik. Gelukkig dat je dit allemaal overnieuw mag doen de hele tijd. Hier achter mij zit dus ook zo'n ding, hè. Laten we daar ook even op schieten. Kijk, die hebben we. Er zitten hier nog drie boven. Ik moet er nog één. Oké, nog eentje, jongens. Nog eentje. Ja, die hebben we ook. En dan nu... Gaan we hier naartoe? Cool. En dan zijn we er. Eindelijk. Ja, we zijn er. Woep. Dit was best wel een lastig leveltje. Ik ga niet liegen. Maar het was wel leuk. We houden wel van een beetje uitdaging, toch? Nou ben ik dus heel benieuwd of wij hier doorheen kunnen. Ja, deze kost maar 300. Dus hier kunnen we sowieso verder. Dat is niet zo heel duur. En deze dan? Deze is wel duur, hè? Ja, 3000, jongen. Dan moeten we dus eigenlijk 1300 kunnen verdienen hier. Oh, dit is weer een Spider-Man level. Kijk maar, de tentakabel is er weer. En ik heb nu een kwast. Oh, dus dan moet ik daarop schieten. En dan moet ik ze heel snel slaan. Oh, of ze gaan gewoon sowieso wel kapot. Haha, nog beter. Tentakabel. Boom. Die ontploft gewoon heerlijk.
dat is nice. Kijk, je moet die tentakabel dus daarnaast richten. En dan ontploft... Oh, dan ontploft hij niet altijd. Ik dacht dan ontploft hij. Maar hij ontploft niet altijd goed. Hotzaflots. Oh, ben jij er ook? Hots. Kom dan. Ik heb een kwast voor je. Super lachen dit. Boom. Allemaal kapot. Deze is zwaar overpowered, jongen. Spider-Man wapen. Boom. Doei. Mazzel. Wat ziek ideetje. Oh, niet te makkelijk, denk ik. Niet nonchalant worden weer. En daar de snipers. Oh, die moet ik van... Ja, die moet ik echt pakken. Ze hebben een schildje of zo. Oh, wat? Zijn geen snipers. Ze hebben mitrailleurs of zo. Doe eens even normaal. Ik kan hem niet pakken. Wat is er gebeurd met jou? Oké, ik mag jou wel pakken. Oh, wat? Er komen nog... er komen nog papies uit. Kleine mini-chappies. Hallo, kleine mini-chappies. Waar komen jullie opeens vandaan, joh? Anyway, ik heb de sleutel gevonden. Daarmee gaat de deur open en daarmee kunnen we door. Wat een lachen level. Dit is weer een leuk leveltje hoor, jongens. Weer leuk met die Spider-Man wapen. Mijn favoriete wapen in de game, denk ik. Hebben we dan genoeg nu? Oh ja, we hebben genoeg. We hebben ruim genoeg. Hey, hallo. Wat doe jij hier? Wie heeft er puntige oren en extra visseieren voor jou? Juist, dat is deze vissenverschijning. Geef dan visseieren. Waarom geef je dan niet? Moet ik je schieten? Geef je dan? Nee, hè? Dat doe je niet, hè? Potverdorie. Anyway, we hebben de poort naar de volgende sector geopend. Daar gaan we, hoor. Is dit de meest afgelegen sector? Voelt in elk geval wel zo. Maar we moeten boven naar dit rare gebouw, want daar moet opa wel zijn. En dan gaan we eens kijken in de volgende video of dat lukt. Knal die duimpjes omhoog voor Splatoon 3. Vergeet niet te abonneren als je van Nintendo houdt. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!